Ja, Niels, Nederlands kampioen wintertriathlon. Kun jij iets vertellen over de wintertriathlon aan zich? Nou ja, ik heb meegedaan bij de junioren. En dat bestaat dan uit 5 kilometer hardlopen, 20 kilometer fietsen en 10 kilometer schaatsen. Nou ja, fietsen en schaatsen doe ik in principe al een hoop. Dus ik ben voor die tijd wat extra gaan hardlopen. Dat doe ik niet zoveel normaal. Dus daar moest ik even goed op oefenen en schade beperken tijdens de wedstrijd. Maar het fietsen en schaatsen, daar kon ik mijn winst op pakken. Ja. Ik probeer elke dag te trainen. Ja, dat komt dan neer op 1,5 uur per dag, dus dan zit je op 10 uur of zo. Okay. Ja, je hebt verschillende soorten trainingen. Wat we vandaag gedaan hebben is een duurtraining. Waarin we een aantal keer 10 rondjes hebben gereden, wat gewoon redelijk extensief gaat. Dus niet te hard. Maar ja, omdat het eigenlijk gewoon 10 rondjes best wel een end is, begin je daar wel een hoop mee. We hebben ook andere soort trainingen waarin je wat sneller werk doet, tempo trainingen, heel veel intervaltrainingen. Dus je doet eigenlijk van alles.